Voorzitter, Nederland heeft een sterke band met Suriname. Niet alleen het verleden zorgt dat we met elkaar voor altijd verbonden zullen zijn, ook de vele familiebanden en vriendenkringen die de oceaan overgaan, maken dat we ons betrokken voelen bij Suriname. En op regeringsniveau is die band niet zo stevig op dit moment. Het feit dat de huidige gekozen president Bouters een lange stelstraf boven het hoofd hangt voor de betrokkenheid bij de decembermoorden maakt constructief overleg heel lastig. Nederlandse interesse in Suriname wordt afgedaan als bemoeizicht. En het feit dat Bouters heeft aangegeven alleen aan God verantwoording te hoeven afleggen en niet aan de rechter, maakt het er niet makkelijker op. Jedoch, onze vrienden en familie in Suriname lijden er niet minder onder. Zowel een economische crisis is aan de gang als een medische. Voedselprijzen zijn heel hoog en dat is een heel slecht teken. En terwijl Boutsen zelf voor zijn medische ingreep naar het buitenland gaat, lijden Surinaamse ziekenhuizen en doktoren gebrek aan alle mogelijke medische middelen: handschoenen, medicijnen, steriel materiaal en ga zo maar door. En als de overheid de hulp dan niet aanvaardt van Nederland, dan moeten we via Nederlandse ziekenhuizen en instanties de Surinaamse counterparts misschien helpen. En kan de minister aangeven hoe de regering hiermee om zou kunnen gaan.